Voor de mensen die gisteren de krant, of vandaag de krant erbij hebben gepakt. Die moeten even een krasje zetten door de naam van Mark Streum. In zijn plaats rijdt deze man, Jan Feiliu. Uit de Volksrepubliek China. En hij rijdt tegen Sun Yu Yegal uit Korea. Ja, en als we een reden zoeken, Ria, voor die moeilijke laatste bocht bij velen, zou dat misschien de wind zijn die daar pal op staat? Nou, het is de 1000 meter. Het is een lange sprint. En dan hier een valse start. En doordat het een lange sprint is, ja, kom je jezelf op dat laatste stukje ontzettend tegen. Maar ik kan me ook nog geen dag herinneren dat het zo hard gewaaid heeft. En als we de spandoeken Hup Holland en welke dan ook aan die kant bekijken bij die laatste bocht, die staan allemaal bol van de wind. De veter is netjes vastgeplakt. En we gaan het opnieuw proberen met Liu en Yigal. En wat een bewegingsritme, hè? Ja, hij kan door de coördinatie maar moeilijk de hand op zijn rug houden. Opent in 17:29, Liu 18:36. Maar met 17:29 tel je nog steeds mee. En als je dan diep in de 44 doorkomt, ook. En dan gaat hij hier langer rijden, in die volle ronde. En dan weer dat hoge ritme in de bocht. Hier verliest hij 45-85. We zijn dus bij de mindere categorie rijders aangekomen. Rijders die diep in 1.15 of 1.16 uitkomen. Yigal is kapot en Liu reed naar hem toe, maar die zit nu in de buitenbocht. Blijft redelijk bij, ondanks dat nadeel. Dit wordt zelfs geen 1.16, kijk maar, 1.17.34 en een 19e plaats slechts voor Sun Yung Yigal en Liu, een 22e in 1.17.59. Daar op het bankje zat, u zag hem nog net even, Gerard van Velden op na te genieten van zijn voorlopig 4e plaats. Op deze 1000 meter komt nog een heleboel natuurlijk, maar toch, hij staat er maar weer. Terwijl wij nog even naar de laatste moeilijke pogingen van Yigal kijken.